U las volgens mij de sportpagina. Ja, dat klopt. Ja. Ik zag iets over het wielrennen, liefhebber? Nee, eigenlijk is het de enige sport die ik echt volg het schaatsen eigenlijk. Het schaatsen? Ja. Nou, dan zijn we wat het herenschaatsen betreft aardig verwend de laatste jaren. Dan gaan we goed. Ja, zeker. Ja. Ja. Nou ja, en over een jaar de Olympische Spelen natuurlijk. Ja. Ja, iets om naar uit te kijken zou ik bijna zeggen. Ja. Ja. Schaats je zelf ook? Niet fanatiek, af en toe. Ja. We zijn een heel klein beetje verwend deze winter, hè? Ja, heel klein beetje inderdaad. Ja, niet, in vergelijking met de afgelopen jaren? Was het beter, ja. Maar gaat het er nog een keer voorkomen, denk je? Ja, het zou mooi zijn, hè. Ja. Maar ja, de Elfstedentocht, ja, ik weet het niet, hoor. Het moet gewoon nog een keer. Ja. Hey, wat voor werk doe je? Ik werk in Sneek bij Langhorst. Daar werk ik op de R&D-afdeling. En wat doe je daar precies? Ik ontwikkel daar producten voor Langhorst. En wat voor producten moet ik dan aan denken? Met name kunststofproducten. Kunststofproducten, grote kunststofproducten, massieve kunststofproducten. Langhorst is van oorsprong een touwfabriek. Met het afval ervan zijn ze op een gegeven moment die paaltjes die ken je vast wel. Die langs de kant van de weg zijn die zwarte, dikke zwarte paaltjes met die reflectordingen erin. Nou, daar zijn ze toen mee begonnen. Met het afval van het touw zijn ze dat soort producten gaan maken. Dus de palen en planken. En daar maken ze ook echt hele vormdelen van. Dus echt massieve, grote, dikwandige kunststofproducten. Daar is Langhorst goed in. En jij ontwikkelt dan de vormgeving ervan, zeg maar? Nou is het, ze zijn over het algemeen wel industriële producten, dus de vormgeving is over het algemeen niet het allerbelangrijkste. Tenminste niet het esthetische, zou ik maar zeggen. Maar het is gewoon zwart en groot. Ja. Maar het is een hele unieke techniek waar je toch hele leuke dingen mee kunt doen. Ja. En hele leuke producten mee kunt maken. Ja. Nou, het klinkt als iemand die altijd heel enthousiast naar zijn werk gaat. Ja, zeker. Ik vind het leuk werk. Ja, doe het graag. Okay. Ja. Nou, hartstikke leuk. Hoe heet u? Karst Meijer. Karst, bedankt voor dit gesprek en werk ze vandaag. Ja, dank je. Oké.